Ik heb toch een paar verzachtende omstandigheden. Zoals? Tussen de laatste keer dat ik hier zat en nu ben ik 2 keer op mijn hoofd gevallen. Echt? Met 2 hersenschuddingen tot gevolg. Ja. Ja. En ik heb ook een beetje last van brain fog. En wat is dat, brain fog? Wel, dat is zo dat u, wat dat je nog weet, ja, dat er daar een dichte mist... Dat dat traag komt. ...tussenhangt, eigenlijk. Ik kan soms echt op bepaalde woorden niet meer komen. Zoals? Ja, zoals? Zoals bijvoorbeeld koelkast. Nou, dan kwam je nu in 1 keer op. Ja, nu wel. Nu wel. Ja. Maar ja, ik heb dat dus meegemaakt, dat ik wou zeggen koelkast. En ik zei, kom aan, dat ding waar we alles in stoppen om koud te blijven. En dan zei mijn zoon van... koelkast? Ja, dat! Ja. Ja, dus, dat is, dus ik hoop dat ik niet te veel koelkastmomenten heb vandaag. Okay. Ja, Merel, ja, is veelbelovend, hè, Merel? Ja, ja, die lag, ja. Makkie, wordt een makkie. Ja, blijkbaar wel, ja. Nog iets over de drie wijzen? We kennen er veel liedjes over, hè. Maar dat was bij ons, waren ze met 3 draaikoningen. Draaikoningen, ja. Dunnien is zat. Was dit een gedronken genever van het vat? Heb je dat ooit gaan zingen? Dat is natuurlijk wel. En toen waren het nog 2 koningen. Want... de snuifdoos. Hier. Wat? In mijn oor. Nee, dat is... Bij mij is dat in mijn oor. Nee. Oh, dan is het goed. Ja, nee, dat is het niet. Rani? Hier. Inderdaad. Rani. Ah ja, snuif. Ja. Ja, ja. Allee, hè? Ja. Als jij dat spreekt... Ja. Wat is het? Nee, er wordt soms zout ingelegd voor bij tequila of zo. Dan kunnen dat... Maar dat is dan toch de likdoos? Ja, ja, blijkbaar zijn er ook mensen die het snuiven. Ja. Nee, en in Antwerpen wordt het ook vaak gebruikt. Het is daar dat ik het gezien had. Ja. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat jij streng bent. Ja, ja. Wat roep je dan zo naar Leon? Wat zeg ik dan zo al? Ik weet het niet. Vuile snuifdoos. Vuile snuifdoos, ja. Dat is wel raar om tegen een jongen te zeggen. Ik vind dat precies nogal vrouwelijk. Een vuile snuifdoos. Ja. Je kunt er misschien een liedje over schrijven. Ja. Oh. Ik begin alvast. Ja. Dan luisteren we naar het nummer waar ik tegenwoordig elke ochtend mee onder de douche sta. Nee, daar word je vrolijk van, hè? De eerste. Ik ben benieuwd. Ja, ik voel hem komen al. Oeh, oh my. Hey. Goed. Oh, heel goed, ja. Danira, het is aan jou. Oh, nee. Ja. Oh, ja. Dat is goed. Ja. Ja, die, ja, nu is de beurt aan Rani. Ik heb het nog nooit gedaan, Rani. Ja. Ja. Absoluut de eerste keer. Echt? Ja, okay. Maar tweede keer, ik heb het nog nooit gedaan. Het is blazen, niet inslikken. Weet je, dat is niet de techniek niet. Ik ken geen techniek. Nee, wat is de techniek? Je tong. Eerst uit je tong. Wow! Ik heb het nog niet gedaan. Met je tong maak je een soort... Als dit de kauwgom is, doe je met je tong dit, zo. Ja. En dan... Bla... Ja. En nu blazen. Nu blazen. Nee, je tong eruit. Maar je tong, maar je tong. Je tong erin. Doe je zelf de was? Ja, 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 zeker. Ja, maar dan moet je toch weten welke machine het was. Het is een wit. Oh, dan weet ik welke jij. Ja. Ja. Merel, heb jij een wasmachine? Ja, ik heb dus een Samsung, maar ik dacht dat het een Siemens was. Ah, maar het blijkt dus een Samsung. En hoe weet je dan nu ineens dat het een Samsung is? Nou, omdat Siemens toch helemaal geen... Dat is toch helemaal geen was? Jawel, Siemens. Jawel, hè? Siemens. Siemens. Oh, ja. Dat was wel... Ja. Oh, dan heb ik dus misschien toch een Siemens. Of heb je een Nokia, misschien? Dat is het. Dag Steven en dag William. Kennen jullie elkaar een beetje of is het de eerste keer dat jullie elkaar tegenkomen? Ik denk dat het de eerste keer is dat we elkaar echt tegenkomen, dus... Oh. Wij zetten maar mensen bij elkaar met jullie voor hetzelfde geld. Ja. We kunnen elkaar niet uitstaan. Ja. Wel. We hebben elkaar straks voor het eerst echt gesproken en het klikt niet.
Nee, dus, sorry, dus eigenlijk, ik kan hem niet uitstaan. Ik ga eerlijk zijn. We hebben maar één leven. Ja. We gaan professioneel zijn, gaat daar niks van merken. Ja, hij wel, want ik heb zijn banden platgestoken. Trouwens, bedankt, dat klootzak, om bij Maserati zo op Nelf van mijn parking te gaan staan. Dat is oké, joh. Nul. Ja. Het is super professioneel. Ja, absoluut. Ja, ja, gaat er niks van merken. Ik ga dat echt niet merken. Je stinkt echt. Waarschijnlijk je mond die te dicht bij je neus staat. Ja, heb je daar een probleem mee? Ja. Ja? Anders moeten we daar eens een open brief over schrijven. Nee, maar onlangs hoorde ik een verhaal van een meisje dat aan het vertellen was dat zij 's nachts wakker werd en er zat een oma op haar. Wat? Ja, maar echt of wat? Wat voor een film was die aan het zien? Echt gebeurd, zo een geestoma. Hoe een geest? Dat gebeurt, plots word je wakker en er zit een entiteit op u en die gaat niet weg. En die is aan het lopen. Dan zou ik al minder bang zijn, maar daar heb ik schrik voor dat ik dat eens heb. Ja, dat ik s'nachts wakker word en zo. Is dat niet, is er nog nooit gehoord? Dat is een gegeven, hè? Dat is dat gebeurd. Het heeft me nog niet vaak overkomen. Nee. Denk erom, dat er een oma op je bed zit als je wakker wordt. Oma, mijn bed nog niet gehad. Nog aan citrus thuis zitten er veel. Ja, ik weet het. Mochten jullie kiezen, mochten jullie een dubbele voornaam hebben? Ik zou voor Marie-Louise gaan. Marie-Louise? Ja. Waarom Marie-Louise? Je veel op en neer. Ja. Steven van Herwegen en William Boeva zijn toch jullie echte namen, hè? Geen artiestennamen, hè? Of, Bij mij niet. Oeh, zijn niet? Ja, nee, dat is een groot geheim, mijn echte naam. Wat is uw echte naam? Ja, Repelsteeltje. Ja, misschien moeten we het ook wel zeggen voor de mensen thuis. Er zit interessant publiek achter u. Ja. 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 Je hebt enerzijds Robert, dat is een soort... Zijn de mensen van de schaal van Richter hier? Dat is ook een mevrouw die ook heel mooi lacht, hè? Ja. Amai. Ik denk dat die madame de chihuahua hier is. Hij heeft honger, denk ik. Kruiken doek. Dat moet familie van den Erik zijn. We gaan samen met Buske naar huis. Vraag 2. We zijn al aan vraag 2. Heb je niet de Rolling Stones, Danira? Nee, dan hadden ze een rollator bij. Dat ja. Ja, is moeilijk. Ja. Ik wil die vrouw mee op tour pakken. Ja. Hè? Jullie willen wel eens uitgenodigd worden bij Otto Jan en Jani? Ja, graag. Bij Otto Jan toch. Ja, die misschien iets minder. Ja. Ja. Ja, pas op, maar ik kan hem aanraden ze, als gast. Ja, ik heb er wel schrik van. Ja, en dat die wordt altijd zo kwaad als je zo 3/4 broeken draagt. Ja. En ik weet, dat ziet er bij mij uit als een lange broek, maar dat is wel een broek. 8 kinderen. Zou het iets voor jou zijn, Otto-Jan? Nee. Technisch ook niet meer mogelijk, kan ik vertellen. Oeh, dat kun je toch altijd... Dat kunnen ze al terug laten repareren? Ja, maar dat ga ik echt niet meer doen. Om dit al zo... Waarom ben ik dit eigenlijk? Ga je het op aan het... Allee, Otto, ja, laat dat litteken zien. Kom. Ja, dat is eigenlijk raar dat zeg. Ja. En is dat pijnlijk? Ja. Nee, dat... Nee. Dat is wel heel raar, want dat je... Ja. Kan ze daar... Ja, nee. Kan ze daar in of? Er is geen weg terug. Kan ze daar dan zo in of? Dat is toch niet iets om je voor te schamen? Ah, maar ik schaam er ook niet voor, maar dat was dus... Ik lag daar en... We hebben daar beelden van. Ja. Nee. Ik lag daar en het grappige was, Radio 2 stond op. Dus dat was ook echt zo... Dat was een veel te gezellig gebeuren. Dus die dokter was tegen die verpleegster bezig. En ik weet dat zo muziek van Pink was. Ja. En dat hij zei, deze nummer ga jij nooit meer vergeten. En ik zeg, ja, ik denk dat ook inderdaad. Want die was ondertussen was die zo, ja, zo aan het snijden in mijn lijf. So en, what? I'm still a rockstar. Dat was een heel raar moment. Ook op het einde. Dus je ligt dan op zo'n... Ja, dat is wat plastisch allemaal. Op zo'n dekentje. Ja. En die mevrouw die ging dat daar allemaal weggooien. Ik zeg, maar gooit je dat allemaal weg? Oh ja, tenzij dat je dat mee naar huis wilt. En voordat ik het wist, stond ik zo buiten met zo'n...
Een dekentje. Ja, ik vond dat zo zonde dat ze dat zouden weggooien. Ja. En dat ligt nu nog bij ons in de... Dus het dekentje waar ik mijn mannelijkheid op verloren ben, dat ligt nog. Wat is dat dan? Uw ballen liggen daarin? Nee, de volledige piemel, die halen ze eraf. En je krijgt een sticker in de plaats van proficiat. Nee, nee, wat ze eigenlijk doen is... Dus je hebt zaadleiders en daar ze branden daar iets in, zodat dat dan... Of een knoopje, dat is eigenlijk volgens mij gewoon een knoopje. Ja. Dan halen ze toch niks weg? Nee, dat zit daar nog allemaal. Maar wat heb je dan meegenomen? Nee, gewoon het doekje. Oh, het doekje waar je op lag. Ja, dus gewoon zo een dekentje. De vraag begon bij Elon Musk. Ja. Ik was vergeten dat die ver weg in de ruimte. Ja, nee, maar een prachtig verhaal. Nee. Hebben jullie kinderen raadnamen? Of, Ik heb twee kinderen die heten Fiscaal Aftrekbaar 1 en Fiscaal Aftrekbaar 2. Heb jij nog verslavingen, behalve de smartphone? Ik heb mezelf al door het slijk gehaald vandaag. Dus ik Maar nee, ja, maar de smartphone heb ik ook al. Smartphone ook al? Ja. Last van zo. Ja. Nee. En cocaïne. Drink je veel koffie, Merel? Ja. Serieus, ja? Ah, oké. Okay. Ja, je weet wel... niet per se altijd van welk land dat die komt waarschijnlijk. Nee, die komt graag uit mijn koffieautomaat. Oh. Meer weet ik niet. Nederland dan, hè? Ja. Nee, Otto-Jan, drink jij... Ja, ja? Veel te veel. Heel veel? Ja. En hoe drink je die dan? Zoveel. Nee, ik bedoel met suiker, met melk. Gewoon zwart. Gewoon zwart, oké. Okay. Ja. En dan zo? Ja. Of soms gooi ik het omhoog. Dan ben ik het te bang. Ja, daar zou ik willen bij zijn. Otto-Jan, klopt het dat jij in elk interview één leugentje vertelt? Vroeger, dat is nu wel een beetje afgelopen. Ah, oké. Okay. Vroeger deed ik dat wel. Leuk. Ik vind dat wel leuk. Ik vond het ook heel geestig. Totdat ik het zo een beetje ingewikkeld vond. Ja. Omdat ik niet meer zo goed wist wat ik tegen wie gezegd had. En... En ze komen dan op die dingen terug. Ik herinner me dat ik ooit ook zo kinderen verzonnen had. En dan werd het wel een beetje ingewikkeld ook zo. Voor mijn familie ook zo. Dus dat... dat snap ik, ja. Heb je nu vanavond al een leugentje verteld? Of was alles wat je vertelde echt waar? Die zaadleiders zijn nog in topconditie. Ja. Als er iemand kinderen wil... Kom maar aan. Een Dark Horse. En is ook een nummer van Katy Perry. Hoe gaat dat nummer? Ik weet dat niet. Dark Horse. Na, 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 na. Dark Horse. Na, 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 na. Je kent dat? That's Dark Horse. Ja. En dan een brouwerij. Soms is er leven in de brouwerij. Produceert bier van Westmalle of van Orval. En dan Ring of Fire, een lied van Johnny Cash. Hoe gaat dat nu weer? Dat lied... Ring of fire, na 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 na. Ring of fire, na 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 na. Het is echt een beetje een bizarre sandwich, hè? Ja. En, ben dat... Mooie sandwich ook, moet ik zeggen. En een beetje ham in het midden, dat kan nooit. Ja. Mijn kinderen zijn speciaal meegekomen vanavond, niet voor mij, maar voor hem. Echt waar? Dus echt waar. Zijn ze fan van Jan Jaap? Ja. En zitten ze ver? Zitten ze ver? Ja, nee, ze zitten in zijn zicht al helemaal zo. Ah, oké, speciaal daar gaan zitten. Ja. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo! Ik ken ze allemaal. Oké, dat is goed. Kobe heeft goede schoenen aan. Ik let altijd bij goede schoenen. Alle twee, hè? Ja, dan hier. De sandwich daar, dat hou ik niet voor. Wat is dat? Alsjeblieft. Ja, ik zat ook net te denken. Ik en die blozen, ja, die daarin. I know. Ik weet dat dat niet kan, hè? Ja, ik weet het. Ik heb die heel lang geleden gratis gekregen. Er is alleen wel één ding, daar durf ik wel voor uitkomen. Ik merk dat ik hiermee wel het risico loop... om alles wat ik tot nu toe zorgvuldig heb opgebouwd in dit land... in één keer kwijt te spelen. Mm. Maar... Zeg het. Ik vind... Ja? Vol oval... Nee? Zal ik alvast weggaan dan? Ik vind dat niet zo lekker. Niet zo lekker? En wat steekt er u daarin tegen? Alles. De vol en de vent. Moet ik weggaan? Nee? Mag ik blijven? Ja, voor mij moet het blijven. Ik vind het eigenlijk ook echt geen zak aan. Ongelukkig. Nee, volle van. Nee. Ongelukkig. Dat is zoiets Vlaams dat je denkt, why? Ja. Een VD en een half kiek erin en wat frieten erover. Ja. En klaar.
Oh, die frieten die heb ik zelf nog niet eens ooit gehad. Dat is nieuw voor mij. Oh, dan vind ik het wel aangenaam. Nou, laat dat maar komen. Die lagen eronder. Ik stond laatst in een winkel. Ik stond in een sportkledingwinkel. Want zo'n dag had ik. En er draaide een man om. En die keek mij zo aan, zo van tok tot teen. En er was een Vlaming die zei, had ik Erik niet bij? Had ik Erik niet bij? Die was echt een beetje boos. Dus die denkt dat ik dan altijd jou mee heb. Dus ik zei, nee, hij is deze week bij Pedro. Het is een soort wisseltrofee die we dan hebben. Ja, maar daar komen we ook wel goed overheen. Zeker, en daarom zeg ik hou van jou. Oké. Okay. Koen de Bouw is volgende week de gast in dit programma in de jury. Oh, hij zegt al nu. Ja. Ja, leuk voor ons. Deze aflevering nog even doorbijten in je. En dan is het aftellen naar volgende week, hè? Dan zit Koen de Bouw hier. Maar als mijn idool en die komt dan plots in de jury. Ja. Ik zal een vaste stoel klaarzetten. Wanneer beseft u voor het eerst, ik ben een BN'er? Nou, ik kan me herinneren dat ik in de Efteling was. Ja. Leuk pretpark. Ja. En daar had je toen nog een soort zo'n mascotte. Ja. Zo iemand in een pop. Mm. En die heet Pardoes, heette die. En toen kwam er een meisje naar me toe en die zei... Pardoes zou heel graag een keer met jou op de foto willen. En, maar ik stond gewoon in een rij. En toen werd ik zo meegenomen langs allemaal kinderen. Die me echt zaten aan te kijken, wat ga jij nou doen? Ja. En ik ging naast Pardoes staan en die deed alleen maar dit. Want die heeft geen tekst natuurlijk, dus die doet alleen maar zo. Ja. En daar stond ik dan naast. Ja, en toen hoorde ik... Ik vind het wel heel goed. toen dacht ik, nu is het wel zo'n beetje gebeurd, ja. Ja, Jan, word jij wel eens herkend in Nederland? Ja, dat gebeurt, maar dat zijn dan voornamelijk familieleden, want die wonen daar. De hele familie woont. Zo in die... Die containercup wil ik nooit van mijn leven doen. Waarom niet? Ja. Nee, maar dat is zo toch met tijd, hè? Ja. Ik denk dat ik daar echt 10 uur in zit of zo. Moet het iets voor jullie zijn, zo benchpressen? Ja. Ja? Ja? Ik wil niet stoeven of zo. Ja. In de sportschool noemen ze mij Hugh Hefner. Zo word ik daar genoemd. Het zwaarste dat ik ooit heb opgehoffen was hier in de gang. Ja. Portefeuille van Gert Vruls. Ah, wel, ik vond het leuk. Ik ging nadien en ze zei, amai, ik heb een slimme man. Ik zeg, wat vertel. Dat is nu pas ontdekt. Voor was voor mijn lichaam, denk ik. Voor mijn geld niet, want de VRT, daar word jij maar lopen. Dan. Jelle, jij bent onze meester in de statistiek eigenlijk. Ja, ik heb mij die rol toegeëigend sinds dit seizoen. En we zijn net voor de finale, dus ik heb een hyperbelangrijke grafiek proberen maken, zeg ik wel. Ik heb alle kandidaten gescreend en ik heb alles proberen samenbrengen in één grafiek om dan te kunnen bepalen wie de ultieme allerslimste mens zou worden. En ik moet zeggen, het is een heel moeilijk interpreteerbare grafiek. Ik raak er zelf niet wijs uit. Het is een hele rare grafiek. Dus... Ja, dat is zo'n man die andere mannen belachelijk maakt door gewoon zichzelf te zijn. Wel, ja. Nee, het is niet. Ja. Nee, maar het is wel zo. Als Tom... jij maakt je eigen belachelijk. Dat... Nee, maar als Tom ergens zit, want je zit hier nu, en dan voelt u onmiddellijk minder mannelijk. Ja. Vind je dat ook? Ja, ik vind dat ook wel. Maar nee, dat is als je die zit, die ballen die dan direct in je maag. 1,2 miljoen. Meiden zitten er in een bed. Meiden of meiten? Oh, ik wil het verschil. Nog iemand allergisch aan huis of meid? Nee, niet dat ik weet. Nee. Tom? Nee, ik denk het niet. Nee. Maar ik verfris mijn bed gewoon elke week. Dus oké, dat is goed. Ja. En doe je dat zelf of heb je daar personeel voor? Ja, maar ja. De kosten van de VRT. De baas van de VRT komt dat persoonlijk. Ja, zeker, meneer Waas. Nog een koffietje, meneer Waas. Tom, je hebt wel veel kapot gemaakt voor de Spaanse bevolking. Hè? Ik weet het, Dos Cerveza, elke Spanjaard heeft een snor. Ik wil dat nu even bevestigen. Geen enkele van mijn tantes heeft een snor. Die hebben allemaal een ringbaard. Maar het lichaam past zich aan. Maar als je meedoet aan de Maas Singer, dan heb je het directeur. Radar.
Ik heb ook geen idee. Brooklyn Beckham, Bella Hadid, Tom. Mensen die... Oh, sorry, ik wil nooit zeggen. Is dat met tijd nu? Ja, is met tijd. Binnen een bepaalde tijd antwoorden? Ja, binnen de 15 minuten. Hoe lang zit jij dan? Nee, ik heb echt geen idee. Geen idee. Oké. Okay. Ah. Hij is wakker. Oh ja. Oh. De mens aan de tijd knoop. Ja. Tijger, of wat is dat? Luipaard, ja. Luipaard. Dat is geen tijger, hè. Dat is een luipaard. Heb je zelf gefotografeerd? Ja, ja, ja. Is dat niet gewoon Evi Gruijaert? Nee. Ik wist een dag echt waar. Ik zat thuis als thuis in België? Toch? Ja, ik was jammer genoeg in België. Als heel die hetze ontstond lonen en... ik zat smorgens aan het ontbijt houden, deed mijn gazette open. Ik was aan het lezen en uw loon zat erin. Ja. Ik verslikte mijn eigen glas champagne. Ik ben ooit een keer bekentenis tegengehouden met 20 kilo cocaïne in mijn koffer. Ja. En dat is natuurlijk problematisch, want dat was bij Ryanair en je mocht maar 50 kilo meepakken. Ze was samen met Serge Gainsbourg. Een zetel is kapot. Ze is in een stoel gegaan. Ja. Wat voor goedkope stoel? Er was geen geld over, Tom. Ben je er al geweest, Tom, op Sint Maarten? Hij heeft dat gewoon gekocht. Tom, vind je dat erg als we zo vaak over geld bezig zijn en over wat je verdient? Eigenlijk moet je moet het eigenlijk zo zien. Ja? Elke euro die de VRT aan mij geeft, geven ze niet aan Niels de Stadsbader. Kan er iemand de neus raken hier? Ja, ik denk dat wel, maar dat is gewoon vis. Ja, vis. Gewoon vis en... Ja. Dat is echt waar, hè, van die radijzen. Met 20%. Ja, Erik, ja, we geloven het. Ja, maar ja, maar dat zijn zo... Ja, wat, amai, wat een verdienste, historisch. Ja, maar... Hij heeft de verkoop van Loften ook doen, Kelder.